fijne Valentijn en onthoud dat mama voor eeuw en altijd... Auto, ik sta voor een restaurant waar ik zo ga eten. Ik ga alleen uit eten. Oog en taai. Ik weet niet of dit nog karma is, omdat ik gewoon... ik blijf hierin hangen. Ik kon me gelukkig hier aan vasthouden, anders was ik zo hard gevallen. Dankjewel. Dat is lief. Pip, zeg maar hallo tegen de kijkers. Hoe cute is dit? Kijk dan. Die twee op een kamer. Ik wil gewoon een witte kast. Hey Fritja, Ier en Saint, mijn allerliefste Valentijntjes. Jullie zijn het allerbeste wat mij is overkomen. Ondanks dat ik jullie soms achter het behang wil plakken, zijn jullie mijn wereld. Een hele fijne Valentijn en onthoud dat mama voor eeuwig en altijd onvoorwaardelijk veel van jullie alle drie houdt. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag, zoals jullie net konden zien, Valentijnsdag. En ik zit nu in de auto. Ik sta voor een restaurant waar ik zo ga eten. Ik ga alleen uit eten. Want Vieco vindt Valentijnsdag iets commercieels. Ik vind het hartstikke leuk. Dus soms verschillen je meningen daar een beetje in. Hè? Kijk, en ik vind het hartstikke leuk. Want ik bedoel, het is een speciale dag voor de liefde. Je viert elke dag de liefde. Maar ik bedoel... Op zo'n dag is het toch extra leuk en speciaal. In ieder geval, hij vindt dat niet. Ik heb wel een hele mooie bos met rozen van hem gekregen. En chocolaatjes, maar ik wilde graag iets doen vandaag nog. En hij vond dat niet per se nodig. Dus nu zit ik hier. En ga ik lekker uit eten in mijn eentje. Ik vind het wel een beetje spannend. Het is de eerste keer dat ik dit ga doen. Maar goed... Voor alles is het een eerste keer en ik ga gewoon lekker genieten van mijn Valentijnsdag met mezelf. En dat is ook belangrijk, hè? Houden van jezelf. Zo. Houden van jezelf is ook heel belangrijk. En gewoon jezelf verwennen. En self-love is very important. Ik weet niet waarom ik ineens Engels ga praten, maar jullie snappen vast wat ik bedoel. Ik weet het niet. Ik kreeg vroeger ook altijd van mijn vader een bloemetje of een roosje of chocolaatjes of iets. Dus ja, dat is er bij mij gewoon zo in gegroeid. En misschien Vieco niet zo. En dat maakt ook verder niet uit. Avery van Vieco ook een bosje met rozen gekregen en chocolaatjes. En voor Jair had hij ook chocolaatjes. Dus... Dat doet hij dan weer wel, maar zeg maar echt iets gaan ondernemen op die dag, dat vindt hij niet nodig. Want dat vindt hij super commercieel. Dus ik ga deze commerciële dag in mijn eentje vieren. Ik ga nu naar binnen en ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Thuis. En zoals jullie konden zien, heb ik niet alles opgegeten. Waarom? Dat stukje varkenshaas was zo droog en taai. Ik weet niet of dit mijn karma is, omdat ik gewoon toch per se Valentijnsdag moest vieren zonder Vieco. Maar het was niet lekker. Die biefstuk, moet ik eerlijk zeggen, die was wel lekker. Die kip ook niet, maar ik had gewoon honger. Ik heb zoveel zout en peper erop gedaan. Uiteindelijk kon ik het toch niet verder eten, want het was not seasoned. I couldn't eat it. Ik weet niet waarom ik weer Engels ga praten. In ieder geval, niet mijn ding. Ik was bij Duco in Middelburg. Ik denk dat het hoort bij dat hotel daar. En
Eigenlijk wilde ik een entrecote hebben, maar die hadden ze niet. Stond op de menukaart, maar die hadden ze niet. Ik had ook een hele lekkere wijn, zag ik staan met meloen en allemaal lekkere dingen zaten erin. Die wilde ik eigenlijk ook hebben. Hadden ze niet, omdat ze van wijnkaart aan het veranderen zijn. Oké, dat kan ik nog begrijpen. Verder, ja, die groente die erbij zat was ook hard. Maar ja, ik ga er niet per se nog een keertje heen. Frietjes waren wel super lekker. En die biefstuk dan, die was ook wel goed te doen. Die was ook wel lekker. En dat sausje wat erbij zat, die was ook wel lekker. Ik moet wel eerlijk zijn dat ik het lekker vond om gewoon alleen te zijn. Ik vond het wel fijn eigenlijk. Gewoon even een moment met mezelf, gewoon voor mezelf, met mezelf. Hoe noem je dat? Ik heb ook weer wat doelen op mijn doelenlijstje kunnen zetten. Wat ik dit jaar allemaal wil behalen en zo. Dus het was wel even fijn om gewoon even alleen te zijn. Ja, dat was hem eigenlijk. Ik heb wel een glaasje bubbels gratis heb gekregen. En het nadeel is ook, daar kunnen zij dan niks aan doen. Maar er zat een man naast mij, een oudere man. En die zat ook constant in zichzelf te praten. Daar kan hij misschien zelf ook niks aan doen. Wat ik wel heel vervelend vond, heel de tijd zijn neus aan het snuiten was. Dus mijn eetlust was sowieso ook al weg, doordat hij heel de tijd aan het snuiten was. Zo vervelend. Ik ga nu lekker douchen. En dan ga ik mijn bed en mijn zusje even opgepast, want Jeko is naar de training. Die kinderen liggen lekker te slapen, dus ik ga lekker douchen. En dan in bed nog even een serietje kijken. En volgens mij ging Jeko naar de training nog voetbal kijken daar, in de kantine. Dus die zie ik vanzelf alweer thuis verschijnen. Oh. Nou, het is vandaag woensdag en ik zit in Hof Poppendamme. Want er is een vriendinnetje van Eefje komen spelen. Dus we zijn hier lekker naartoe gekomen. Dus nog lekker rusten. Met mezelf. Ik wilde net even een foto van die meiden maken om door te sturen. Dus ik loop daar naartoe. Ga ik toch bijna op mijn plaat. Ik blijf hierin hangen. Ik kon me gelukkig hier aan vasthouden. Nee. Anders was ik zo hard gevallen, want mijn voet bleef hierin haken. Oh. Kom. Het is vandaag donderdag en zoals jullie konden zien net, waren wij vanmorgen gaan ontbijten samen met Jamila. Daarna zijn we nog even de stad in geweest en wat heb ik gehaald? Oh ja, een jurkje bij de Zeeman voor Avery.
En wat hadden we met mama dan nog gehad? Ik weet het even niet. Oh ja, schoonmaakspullen. Bij de Action. En Jair heeft nog een speelgoedachtig iets uitgekozen bij de Action. Ik zit nu met Evelien in de auto. We zijn onderweg naar haar turnles. Dan ga ik haar nu even afzetten. En dan ga ik weer terug naar huis. Vanavond ga ik Jacob zijn spullen inpakken. Want hij gaat morgenochtend gaat hij naar Schotland. Tot zondag. En ja, het is gewoon makkelijker als ik het inpak. Dan weet ik het ook gewoon. Van het weekend ga ik denk ik niet zo heel veel doen. Ik wil onze slaapkamer reorganiseren. Ik heb een hele leuke kledingkast gezien. Of in ieder geval een leuke, gewoon een praktische kledingkast. Onze kledingkast die staat op zolder. Wij hebben geen vaste trap naar de zolder. Dus je raadt het al. Het is vet hinderlijk om elke keer die zolder op te gaan om kleding te pakken. We hebben gewoon de ruimte in de kamer voor een kledingkast. Alleen, ik weet niet, gemakzucht of zo. Dat die kast op zolder al stonden, dat we dat gewoon gebruikten. Ja. Ik wil het wat makkelijker maken voor ons, dus ik vraag je. Ja. Als Veko dan terug is, dat ik zelf een kast op elkaar heb gezet. En ik had van Dekbed Discounter had ik wat spulletjes gekregen. En die kan ik dan ook eindelijk, want die dozen die staan er al zo lang. Die kan ik dan ook eindelijk uit de doos halen. Ik heb vandaag dus voor het eerst zo'n tandenbleekstrip gebruikt. Ik zie nog steeds niet heel veel verschil. Nog steeds een beetje gelig. Maar goed, misschien moet ik gewoon naar zo'n echte dingen gaan. Ik ga het morgen of zo of overmorgen nog eens een keer proberen. En misschien is het ook iets wat je gewoon één keer in de zoveel tijd een keer moet doen. Wil je verschil zien. Dus ja, ik neem jullie dit weekend daarin mee. En ik ben weer thuis. En ik zie een heel leuk pakketje van een PR-bureau. Ga ik een hele leuke campagne meedoen. En als je mij volgt op Instagram, zul je daar meer over zien. Ja, ik ga hem nu unboxen. Stop. Love it. En dit broekje. Is van Christine Leduc, als ik het goed uitspreek. En verder moeten jullie maar gewoon op mijn Instagram kijken om te weten hoe en wat. We hebben hoog bezoek. Mijn broertje is op bezoek met mijn nichtje. Mijn nichtje Pip. Pip, zeg maar hallo tegen de kijkers. Hoe cute is dit? Kijk dan, hoe klein. Pip, zeg maar hallo kijkers. Ik ben Pip Cornelia. Pack, Jacob's back with me. Dit is zijn tas. Die hij mee gaat nemen. Zo, ik zie er echt moe uit. Ik heb gisteren niet meer alles gefilmd dat ik Fjeko zijn tas deed. Omdat ik de hele tijd onderbroken werd. Dus toen kwam de deur. Ik stop. Zou ik me een beetje mijn gezicht insmeren? Ik ga nu Fjeko en Marlo wegbrengen naar het station. We hebben het Fjeko afgezet. En ik rij nu weer terug naar huis. Wat grappig is. Fjeko werkt eigenlijk gewoon elke dag. Heel de dag. Dus het is eigenlijk niet anders dan normaal. Maar gewoon puur omdat ik weet, zeg maar, dat hij ergens anders naartoe is, ga ik hem missen of zo. Ik weet niet wat het is. Echt zielig. Maar goed, we gaan er een leuk productief weekend van maken. Ik ga lekker de kamers doen. Ik ga helemaal niet naar huis. Ik ga naar de woonboulevard. Dat ga ik doen.
hè? Gewoon even kijken voor die kast. Mijn mama moet even nog luiers halen voor Zeen. Dus we moeten ook even langs een kruis. Ik vind deze witte wel leuk. Het is niet super groot, maar dat is prima. Kijk, als je dan gewoon zomerkleding en winterkleding verandert, dan moet het wel mijn kleding, niet van Fieco. Oh, deze vind ik ook wel leuk. Alleen, ik wil gewoon een witte kast. Dat is ook wel mooi. Doe jij weglopen. Kom, deze kant op. En deze vind ik echt heel mooi. Het is gewoon strak, wit. Dit is wel ruimer. Zo. En dan twee laden daar. Dit hier. En zeg maar dat glimmende wit is wel makkelijker schoon te maken, denk ik ook. Dus, ja. Even een dilemmaatje. Het is lekker druk hier, want Jadian en Eli, die zijn blijven slapen. Vinden jullie het gezellig, jongens? Het is vandaag zaterdag. En wat gaan we doen vandaag? Bouwplay. Naar? Bouwplay. Er gebeurt zoveel. Er gebeurt zoveel. Dinsdag. Ik zou gisteren eigenlijk een vlog moeten uploaden. Maar dat Fieco zondagavond thuis is gekomen. En ik eigenlijk heel tijd bezig was met hem. Ik praat een beetje raar. Zo raar. Ik praat een beetje raar. Want ik heb van die strips op mijn tanden zitten om mijn tanden te bleken. Maar ik zou gisteren dus eigenlijk al een vlog moeten uploaden. Maar dat Fieco thuis kwam en ik helemaal hyped was dat hij er weer was. Ben ik alleen maar met hem bezig geweest. Ik heb zaterdag ben ik nog even met Alicia en de kinderen en mijn neefjes naar Hof Poppendamme geweest. Daarna zijn we Cicera op gaan halen. En die kwam toen eten bij ons. Zondag heb ik het een beetje opgeruimd thuis en zo. Eigenlijk was het een beetje aftellen totdat Keiko aankwam. Dus voor de rest heb ik ook niet veel meer gevlogd daarna. Ik zit nu in de auto naar mijn moeder. Want die heeft lekker soep gemaakt. Dus dat ga ik ophalen. Ik ga denk ik nu gewoon de vlog afsluiten. Zodat ik hem vanavond nog online kan zetten. En dan begin ik morgen met de nieuwe weekvlog. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende.